Ik ben Jaap Oosterom. Zoals Willemien net al zei, ben ik coördinator van de plantenwerkgroep van de Kruipende Waard. Sinds een jaartje ongeveer, anderhalf jaar. En, ja, ik doe sinds kort een opleiding bos- en natuurbeheer in Velp, MBO. Dus ja, dat ben ik. En ik ga jullie nu de bijzondere vondsten presenteren van dit jaar. Om mee te beginnen. Wat mij opviel was dat de stinkende kamille. Die is natuurlijk sterk achteruit gegaan de laatste jaren. En ik zag dat Stef die had drie nieuwe vindplaatsen gevonden. Wat toch best wel opmerkelijk is. Ja, waar hem eigenlijk het makkelijkst van op een afstandje al kan herkennen is dat hij eigenlijk best wel wittig, grijzig eruit ziet. Ja, en het verschil tussen die reukeloze en echte is tussen reukeloze en echte en stinkende kamille is dat reukeloze en echte die hebben veel fijner blad. Veel fijner van structuur. Stinkende kamille blad is veel, veel dikker, veel ja. Dan ook nog de valse. De valse kamille die lijkt erg veel op stinkende kamille. Om ze van elkaar te onderscheiden moet je sorry, ik ben een beetje zenuwachtig. Is ook naar de strooschubben? Ja, precies. Dus, echte en reukeloze kamille die hebben geen strooschubben. Zijn stinkende en valse wel. Wat je dan kan zien in het verschil. Stinkende kamille heeft de strooschubben eigenlijk altijd een beetje bovenaan zitten. Valse kamille eigenlijk ook vrijwel overal. Ook vooral in de bloembodem. De strooschubben zijn ook een stuk breder. In vergelijking met die van stinkende. En wat ook een heel goed kenmerk is, zoals de naam al zegt, stinkende kamille die stinkt gewoon. Ja, en dan krijgen we de stippelvaren. Tijdens een excursie van Floron bij het paddenpad, wat Willemien al aangaf. Is deze stippelvaren gevonden door Tim van der Vondervoort. Ja, een hele spectaculaire vondst natuurlijk. De eerste van ons district, ook de eerste van Zuid-Holland. Ja, in een geplacht stukje. Eigenlijk een beetje nu omringd is door riet. Ja, er is heel veel varenrijkdom daar in dat gebied. Er staan onder andere veel moerasvaren, smalle stekelvaren, kamvaren staan ertussen. Het is echt een heel uniek gebiedje. En waar je stippelvaren makkelijk aan kan herkennen, dat is de deelbladeren die lopen helemaal door tot het eind, eigenlijk tot bijna tot de grond. De deelbladjes hebben hele puntige uiteindes. Heel puntig. En wat het allermakkelijkste kenmerk is, de sporenhoopjes. De sporenhoopjes die staan aan de zijkant van de deelblaadjes. Dat is eigenlijk het allermakkelijkste kenmerk. Dan witte amarant. Witte amarant is echt een pioniersoort die vooral opduikt langs op rivierstrandjes of kale terreintjes. Ik heb op twee verschillende plekken witte amarant gevonden bij ons in Goudenrak. Op één stukje waar net puin was gestort voor een fietspad. Daar kwam die op. En gewoon in de berm tussen de kleine maaien. Ja, het is best wel een makkelijk te herkennen plantje, ook de groeivorm, hij groeit echt omhoog,
soort als een piramide, zeg maar. En ja, wat hij niet heeft vergeleken met bijvoorbeeld een kleine maaier, is dat hij geen inkerking hebt in het blad. Hij heeft ook een beetje een gegolfde bladrand, een beetje een gekrulde. En een wat wittige bladrand heeft hij. Ja, en dit is ook al een leuk vondst, een nieuw adventief. De Iris tuberosa. Is afkomstig uit het Middellandse Zeegebied. Hij heeft hem gevonden op drie locaties aan de weerszijde van een trambrug in Schipluiden. Hier is vrij recent nieuwe grond opgebracht. En er zijn tal van zandige soorten opgekomen, zoals zandpaardenbloem en een tal morgenster. En dus ook deze Iris tuberosa. Pilvaren. Deze is vorig jaar gevonden in een polder bij ons in de Krip in de Waard. In een rietmoeras, wat eigenlijk is aangelegd voor een als een slaapplaats. Dat is eigenlijk de bedoeling, als een slaapplaats voor een purperijgerkolonie, voor een purperijgers. Maar is uiteindelijk niks geworden. Maar gelukkig is wel pilvaren opgedoken daar. Pilvaren komt vooral voor, en zoals je ook ziet op het verspreidingskaartje, in het oosten van het land. Er zijn twee eerder vondsten in Zuid-Holland. Eentje, ook bij ons een Krip in de Waard, op een geplast stukje in 1995. En die andere waarneming, dat was in de Zuidplaspolder, ook in 1995 zo'n beetje. Karwei. Ja, gevonden door Elsa van Dorser. Dit is een sterk achteruitgaande soort, zoals je ook kan zien in het grafiekje. Hij is nu nog vooral te vinden langs de riviergebieden, de duinen, Zuid-Limburg en Twente. Hij is gevonden langs een kreek in een polder van Oud-Beijerland. Hij staat op de rode lijst als ernstig bedreigd. Nog een adventief gevonden door Willemien Troekstra. Frans Walstro. Dus niet ingeburgerd adventief. Ja, kenmerk onder andere de bladrand heeft naar voren gerichte stekelhaartjes. Hij is veel teerder gebouwd dan bijvoorbeeld een ruw walstro. En dit is een nieuw soort voor ons district, een nieuw adventief. Nog eentje door Willemien. Een tengere veldmuur. In Rotterdam gevonden, gewoon tussen de stoeptegels. Vroeger was het van oorsprong een akker onder onkruid. Kwam vooral voor in graanakkers. Maar tegenwoordig komt die vrijwel alleen nog maar voor in Zuid-Limburg. Hij staat op de rode lijst als ernstig bedreigde soort. De Westerse karmozijnbes. De Westerse karmozijnbes is echt een toenemende exoot. Hij lijkt sterk op de Oosterse karmozijnbes, die we waarschijnlijk allemaal wel kennen. De verschillen tussen Oosterse en Westerse karmozijnbes is dat de trossen van de rijpe vruchten, die staan rechtop bij Oosterse karmozijnbes. Terwijl ze bij Westerse karmozijnbes, als ze wat ouder worden, vaak gaan hangen. Ook het blad is wat verschillend. Het blad van Westerse karmozijnbes is wat puntiger dan de Oosterse. De vorm van het blad is eigenlijk heel anders. En wat eigenlijk het makkelijkste kenmerk is, het handigste kenmerk, de Oosterse karmozijnbes, die heeft 10 deelvruchtjes.
En de westerse heeft er meestal maar 8. Middelste duivenkervel. Middelste duivenkervel is een toenemende soort. Hij wordt vooral gevonden in bebouwde omgeving. Vaak langs randjes van tuinen of langs randjes van de hagen vaak. Hij wordt vaak verward met de rankende duivenkervel. Heb ik alvast wat verschillen op een rijtje gezet. De kelkblad bij middelste duivenkervel die reikt niet voorbij de bloemkroon. Dus je hebt, en bij rankende reikt hij er wel voorbij. Ook is rankende duivenkervel eigenlijk veel witter over het algemeen. Maar het is nogal het varieert nogal. Ook de vruchtstelen bij rankende duivenkervel die zijn teruggebogen. En bij middelste duivenkervel zijn ze afstaand. Hokjespul. Jorian Eikenboom vond deze langs een braakliggend terreintje bij de A12. Ja, hoogstwaarschijnlijk is hij meegekomen met zand. In onze strikt komt hij hier en daar wel meer voor, vooral langs rivieren. En Chinese waaierpalm is gevonden door Dick Hoek. Ze hebben de eerste voor ons district die gevonden onder een bruggetje in Rotterdam Zevenkamp. Niet ver van een tuin met een Chinese waaierpalm. Dus onder dat bruggetje is hij net wat beschutter. Waarschijnlijk heeft hij net wat minder last van weersinvloeden. Dus. Herfstbitterling, gevonden door Dick Hoek op een braakliggend terreintje in Rotterdam. Nou, zoals je in het verspreidingskaartje al ziet, het is echt een soort die langs de kust voorkomt. Dus best opmerkelijk dat hij nu in het binnenland is gevonden. Nog enkele leuke vondsten die Dick Hoek vond op een braakliggend terreintje. Vlak bij zijn huis is glansbestnachtschade, zeeweegbree, stekend loogkruid deze, ja, zoals je ziet zijn het bijna allemaal soorten die vooral langs de kust voorkomen. Dus ja, het zand wat daar neergelegd is, komt dus waarschijnlijk wel vanaf de vanaf die kant van de kust. En op de achtergrond zelfs de schelpen liggen. Ja, precies. Ja, ja, precies, inderdaad. Ja. Stompfonteinkruid is gevonden door Jorian. Is eigenlijk net buiten ons district, tussen Reeuwijk en Gouda. Soort gaat hard achteruit. En staat op de rode lijst als kwetsbaar. Kowai varkenskervel is gevonden door Stef langs de IJsseldijk tussen Goudrak en Oudekerk aan de IJssel. Kowai varkenskervel was vooral een soort langs de dijken. Je moet eigenlijk op het verspreidingskaartje al mooi zien. Hij staat op de rode lijst als kwetsbaar. Wat kenmerkend is vaak is dat de schermstralen die zijn heel ongelijk qua lengte. De glanzende bladeren zijn langwerpig en geveerd met diep ingesneden en gaafrandige bladslippen. Dat was hem. Zijn er vragen? Ja, zijn er vragen? Dat is een goeie. Ja, ik heb een vraag. Even één tegelijk. Oh, sorry. Hans. Ja, kun je die laatste slide nog even laten zien? Ja, je zei net iets met dijken. Hè? Dat is heel typisch, want wat je nu ziet is langs de Hollandse IJssel, de Waal en de Lek. Daar staat dat ding helemaal zijn best te doen. En hier langs de Maas niks. Wat is daar de verklaring voor?
Is dat bekend? Of? Nou, mag ik daarop antwoorden, Hans? Ja, natuurlijk. Het is geen, hij kan op dijken staan, maar hij staat veel meer in glanshaverhooilanden, stroombelgraslanden, ja, okay. In uiterwaarden. Dus hij staat, okay. Bij mij, hij staat bij mij, ik woon in de buitenstad, dat is een soort terp in Vianen, daar staat hij inderdaad in de wegberm als dijkman, maar verreweg de meeste locaties zijn echt uiterwaarts graslanden en maar een beperkte hoeveelheid op de dijken. Ja. En glanshaver, goed ontwikkelde glanshaver hoor dan, die gaan ontzettend achteruit, die worden steeds ruiger, het wordt steeds meer brandnetel en... Nou ja, de laatste jaren gaat het gelukkig weer vooruit, want de waterschappen zijn verstandig geworden. Die gaan nu de dijken beter beheren. Dus wie weet. Maar het is altijd al zo geweest dat karwei-varkenskervel die hield zo'n beetje op bij Ameide, hè, en verder naar het westen niet. Hij zit ook aan de rand van zijn areaal hier. Hè. Dus maar dat verklaart nog. Volgens mij is het even genoeg op jouw vraag. Ja, oké. Okay. Want volgens mij was er nog in ieder geval iemand die een vraag wilde stellen. Sorry. Die probeerde daarnet ook iets te zeggen. Of was dat Dick? Ja, misschien dat ik dat was, ja. Oh, oké. Okay. Anders heb ik nog wel een vraag. Ja, Stef? Maar misschien meer aan jou gericht, Willemien. Jij had Frans Walstra gevonden. Ik ben wel heel erg benieuwd wat dan precies het verschil is met... hoe heet dat ding nou? Muralen. Straatvalstro ligt veel meer. Dat is echt, die maakt hele kleine matjes. Die heb ik vorig jaar voor het eerst bij een corona ommetje gevonden. Die blijkt hier dus bij mij dicht in de buurt gewoon te staan. Ik weet niet hoeveel jaren al. Maar dat is echt een groen vrij dicht matje. En dit is echt veel eiler. Dit gaat de lucht in. Dus het is helemaal heel makkelijk om uit elkaar te houden. Oké, okay, ja. Want ik vind in deze periode wel eens, denk ik dan, straatwalstro. Maar ik begon uit te twijfelen van, is het dan iets anders? Maar ik weet niet hoe franswalstro in deze periode eruit ziet. Precies, dat weet ik ook niet. Maar als ik zie hoe ik hem vond, dan denk ik dat hij eigenlijk al tenger begint. Okay, ik zag op dat moment geen resten van... oude matjes eronder of zo. Dus ik denk dat hij dat niet maakt. Ja, interessant om op te letten. Zeker.